deze beschouwing die gaat over de walgelijke of de walgelijkheid van de samenleving. Ik vind het heel erg dat ik deze beschouwing moet houden. En het is moeilijk om hier een positief verhaal aan te breien. Ik hoop dat het mij gaat lukken. En voordat jij kan begrijpen waarom het moeilijk is om er een positief verhaal aan te breien, moet je eerst begrijpen waarom ik de samenleving walgelijk vind. Toen ik op de middelbare school zat. Was dat, dat was de Havo. En bij Nederlands, het vak Nederlands. kregen wij het verhaal Serpentina's Petticoat te lezen. Geschreven door die walgelijke auteur Jan Wolkers. En de leraar, dat was een vrouw, dat begrijp ik ook niet. Hè. Waarom moeten vrouwen leraar zijn? Dat vind ik ook een walgelijk idee. Hè. En die vrouw die vroeg aan ons, wie maakt bezwaar tegen de inhoud van dit verhaal? En ik was de enige in de klas die zijn vinger opstak. Ja, maar Piri, Serpentina's petticoat, dat ken ik helemaal niet. Nou, dat is goed. Want dat is walgelijk. Dat hele essay is walgelijk. Alles van Jan Wolkers is walgelijk. Maarten het Hart is walgelijk. Gerard van het Reven is walgelijk. Of Gerard Reven. En dan meer een walgelijke personen. Benny Nijman is walgelijk. Dat is het punt. Alles is walgelijk. Er zijn nu die. Hier en nu, met die corona, het is om te. Tsoen kotsen. Er zijn in 2020 niet meer mensen doodgegaan dan in 2019 of 2018. Behalve het feit dat er in 2020 meer mensen in Nederland wonen dan in 2019. Dus je hebt een lichte procentuele stijging van het aantal doden. Omdat je meer Nederlanders hebt. En meer niets. Voor de rest is er niks aan de hand. Helemaal niks. En die walgelijke mensen, die lopen met mondkapjes over straat. En als je in de bus gaat zitten en je trekt je mondkapje omlaag... omdat anders je bril beslaat, dan wordt de bus wordt stilgezet... en dan gaat de buschauffeur opstaan en zegt... hé, hey, ik zie je neusgaten, uh, uh, ding ervoor. Het is walgelijk. Het is om te kotsen. En dat vind ik mooi aan die coronatijd van nu... Dat het duidelijk wordt voor iedereen dat deze samenleving walgeluk is. Ja, en maak hier maar wat positiefs van. Uh, wat moet je met een, uh, een bak drek? Waar de champignons nog niet eens in willen groeien. Ik ben niet boos. Of zo, ik ben een vliegtuig. Dat is een walgelijke boel. Iedereen liegt tegen elkaar. En iedereen zeikt zijn kinderen af. Dat is toch een ander ding? Want ik heb hem met mijn neus bovenop gestaan, hè. Hoe vooral moeders. Want die mannen, die, die moeten allemaal weg, want die zijn vervelend of zo. Dus dan zijn die moeders verantwoordelijk voor die kinderen. En wat doen ze dan? Ze sturen die kinderen naar het kinderdagverblijf. En ze gaan fijn een fijne, mooi administratief baantje doen. Met een forfaitaire reisvergoeding. En dan goedkoop eten tijdens de pauze. Want het is wel met jouw broodje salade met dillen. Dat vind ik wel lekker. Dat is wel lekker hoor. En daarna gaan we weer weg. Walgelijk. Geen woorden voor. Iedereen is net te gek. En ik hoop dat die coronamaatregelen wat op gaan leveren, dat er een schisma komt tussen de bokken en de geiten, en dat die walgelijke samenleving mensen zoals ik met rust laat. Ja, dat, dat geldt dat voor mij niet, want ik laat mezelf met rusten. En voor mij heb je geen lasten. Dat is mijn tactiek. Ik heb een goed bericht. Uh, mijn uh, liquiditeit is momenteel 2000 euro. Ja. <laughs> nee, serieus. Best mooi uh, bedrag, eigenlijk. Dat is toch wel gauw uh, 4.500 gulden. Dus, uh, wow. En dan met inflatie erbij gerekend. Uh, nou, hij uh, nou is er wat minder, denk ik dan. Maar, maar dan nog. 4,500 gulden. En zuinig doen, hè? Ik heb vandaag nog overlegd met mezelf. Van, uh, zal ik een. Uh, een heet een jumbo. Heet dat? Dat is een uh, lekker bek. Ik denk, heek of zo. Of koolvis, weet je ook niet. Dat kost 3,50 euro. En als je wil, krijg je daar een bakje saus bij. Dat was ook geweldig. <laughs> Kijk, ik leef van. Ik, ik moet 7 euro per dag aanhouden. Als. Uh, als strontstreep. Als ik minder dan 7 euro per dag. Ja, dat is moeilijk, maar. Maar 7 euro per dag moet kunnen. Nou, vandaag heb ik uitgegeven. 2,50 euro aan bier. En 3,5 euro aan een jumbo lekkerbek. Dat is bij elkaar 6 euro. Dus ik heb vandaag 1 euro bespaard. Kijk, mij krijgen ze niet kapot. De samenleving is walgelijk. En dan stond ik daar in zo'n rij bij, uh, bij de visstent. Hoe uh, ging het nou? Die jumbo lekkerbek die kwam uit de frituur. En ik zei tegen die gozer, hé, hey, dat is mijn lekkerbek. Uh, en hij zo, ja die, ja, die heb ik besteld bij uh, Noah. Die naam mag je best noemen, want het is een ontzettend mooie Marokkaanse vrouw. Uh, vroeger stond ze in diezelfde tent met een hoofddoek en nu niet meer. Maar ja, waarom niet? Maakt mij niet uit. Uh, ik zie, uh, en, en Noah die reageert, dat is ook zo'n lekker ding ook. Hè. Onmiddellijk reageren, ja die meneer daar. En ze wees regelrecht naar mij. Die heeft al betaald. En toen wilde hij een plastic zakkie pakken om uh, die lekkerbek uh, erin te doen. Nou, die lekkerbek gaat op een kartonnetje en dan een papieren uh, dingetje eromheen, zo'n zakkie. En dan even zo'n plastic tasje. Ik zei nee, 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 geen plastic. Geen plastic. Ik, ik doe meenemen. Waarop die man zei: Ja, iedereen moet hier meenemen, want je mag hier niet meer opeten. Ik zei: Oh ja, natuurlijk niet, want anders gaan we dood, hè. En als we allemaal dood zijn, dan is er niemand meer over om de vis op te eten. Onze gozer die stond naast mij in een andere corona-rij met een, uh, een stuk plastic ertussen, want anders gaan we allemaal dood. Die hoorde mij en die moest lachen. Ja, laten we vooral ophouden met lekkerbekken te eten op het terras op de markt hier in Arnhem. Want anders gaan we allemaal dood. Het is walgelijk. En er zijn twee dingen walgelijk. Dat zijn vrouwen in het algemeen. En mannen die uh, eigenlijk een vrouwtje willen zijn. Zo. Ja. Dan gaan ze seks hebben met mannen. Dat vind ik ook een vrouwelijk gedrag. Want Als je seks hebt met een man, dan ben je een vrouw. Maar je bent een man en je hebt seks met een man, dan ben je dus een vrouwtje. Dat vind ik wel geluk. Dat is een beta, heet dat. dat al die beta's, daar ben je kots en kots en kots en kots en kots en kots en kots menselijk van. Ja, dat gaat maar door. sociologisch onderzoek heeft aangetoond dat als een Westerse vrouw het bed gaat delen met een Afrikaanse man, dat zij dan belandt met een uitkering. Nou, ja. en toch doen ze het, hè? Toch blijven die Westerse vrouwen het bed delen met Afrikaanse mannen. Want ze willen zo graag multicultisch zijn. Nou, dat is best. Maar geen geld, snap je? En je komt zo dadelijk fijn in een bejaardenhuis waar je kinderen je niet mogen bezoeken. Dan kan je daar lopen wegrotten. In je stinkende luier. Het is walgelijk. Al oh, die stinkende bejaarden. Oh Piri, nu ga je echt te ver. Oh ja, vind je dat? Oh. oh, dat wist ik niet. Oh, heb jij een tere kindergeziel of zo? Ja, dat kan hoor. Uh, niet opgegroeid of zo. Hè. Nooit uh, gehard geworden. Nooit geleerd van de zweep. Nou, die zweep die heb je nou, hè? Met die coronamaatregelen. En terecht. Ik vind het een heel goed idee. Al die kroegen dicht. Er wordt alleen maar onzin geluld. iedereen een beetje feestlopen vieren. Mene, mene, tekel, uparsim. Oh, maar Piri, wat betekent dat? Ja, lees je voortplantende Bijbel: mene, mene, tekel, uparsim. Geteld, geteld, gewogen en verdeeld. Denken jullie wel niet? Denk je nou echt dat omdat Eva destijds het paradijs heeft verpest, dat we dan lekker mogen doorgaan met het paradijs te verpesten? Ben je gek geworden in je achterteen? Schaam je en toon berouw? Dan doe je het niet. Nou, uh, Mark Rutte en Ab Grapperhaus, die helpen je wel. Alles gaat weg op deze manier. Snap je? Met je Black Lives Matters. Straks krijg je nog uh, Flaporen Lives Matters. Yo, ik, ik, ben, ik kreeg die baan niet, he, want ik had flaporen. Oh, ik voel me hevig gediscrimineerd. Snap je? En dan moet wat aan gebeuren. Ja, man. En het punt is... Ik... Je kan zeggen dat het hele idee om vrouwen te laten werken... Dat werkt dus niet, dat blijkt. En dat je dat gaat terugdraaien. Maar dat helpt niet. Het punt is dat wij de Bijbel beschouwen als een, een boek. Net als Lord of the Rings. Van J.R. Tolkien. Of Harry Potter. Van J.K. Rowling. Wij denken, oh, dat is een boek. Oh, ik heb ook de Vijf tot Tinten Grijs. Heb ik hier ook staan? Een. Uh, we hebben nog meer. Ik heb hier één, nou, ik, ik heb één plank in mijn boekenkast waar ik nu naar kijk. Daar staat Bagger. En dat lezen we dan. En we doen moeilijk over de Bijbel. Wij doen moeilijk over het Hebreeuws. En dat is niet verstandig. Het is walgelijk wat daarvan komt. Dan gaan mannen met elkaar doen wat mannen en vrouwen horen te doen. Of vrouwen gaan met elkaar doen wat mannen en vrouwen doen. Kijk, het hebben van seks is aangenaam en de reden daarvoor is dat de bedoeling is dat er meer mensen komen. En mensen zeggen: "Nou, de kinderen nou, daar wil ik de verantwoordelijkheid niet voor. Die moet maar de kinderdagverblijf. Maar ik wil wel seks. En dat is walgelijk. Maar Maarten het hart is walgelijk. Die gozer die is op een boekenbal verschenen in een jurk. En hij wilde Maartje genoemd worden. Ik ben Maartje. Ja, flikker op. Flikker. Dat is een woord in Amsterdam voor een sodomiet. En weet je nog wat er gebeurd is met die sodomieten? Nee, Peggy, dat weet ik niet. Nou, dan ben je mooi dom. Dan ben je dus, zo dom. Ja. Dan ben je zo dom. En Gemorra hoort er ook bij. De wereld deugt niet. En Donald Trump moet president worden. Alsof dat iets voortplantends uitmaakt. Wij begrijpen niet wat de inhoud is van de Hebreeuwse zin. Bireshit, bara, et Hashemayim. Oh, Hashemayim. Oh, ik weet niet waar de klemtoon ligt. Hashemayim, vet haaret. Wij begrijpen dat niet. Jullie begrijpen het niet. Mensen begrijpen dat niet. En dat is walgelijk. Het is verdorie maar één zin: verdorie. Eén zin. En die kan je niet begrijpen. Nee, we gaan Harry Potter lezen. zo'n moeder, haar kind zei: "Ik wil graag naar de Havo. Dat lijkt me wel leuk." En die moeder de gelijk overheen. hè? Wet, jij naar de Havo, jij je luie trut, walgeluk. Ik had toen had ik over haar heen moeten braken. Zo walgelijk vind ik dat soort opmerkingen. En was het maar zo dat het maar één gebeurtenis was? En het vervelende is: ik heb een hele litanie. Ik heb ooit gezegd tegen de moeder van mijn kind. Dat het de wil was dat zij en ik samen zouden zijn. En ik weet nu waarom. Dat was omdat de wil wilde dat ik zou inzien hoe walgelijk de samenleving is in de manier waarop ze omgaat met kinderen. Ja, ik laat me even een pauze vallen. Maar ik weet verhipte goed waarom ik de verantwoordelijkheid kreeg voor mijn kind. En dat ik met dat kind naar school liep. En dat ik op het schoolplein was. En dat ik mijn kind van school haalde. En al die andere dingen. En dat ik kon zien hoe ouders omgaan met kinderen. Het is niet om te janken, het is niet om te kotsen, het is niet om over te geven, het is walgelijk. En wij maar zeuren over Donald Trump of Joe Biden. Christus heeft gezegd: uh, wat maak je je zorgen over een splinter in andermans oog? Terwijl er een balk in die van je eigen zit. Oh, oh, oh. Ik heb kinderen zien huilen. Gewoon ouders die hun kinderen aan het huilen maken. Ik Oh, 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 oh. Wat moet je ermee? Ik denk coronamaatregelen. De bioscopen, die gaan ook dicht. Vind ik ook heel goed. Ja. Al die stomme films. Daar kan je net zo goed niet naar kijken. Weg met die rotzooi. De prijzen in de supermarkt mooi omhoog. Uitmergelen die handel dat ze geen kinderen meer kunnen krijgen. En houden vind ik ook een hele goeie. Geen kinderen. Al die mannen die gaan lekker videogames spelen. En karpervissen. En, uh... Als ze Meer doen computers programmeren... een tuinhuisje bouwen... een sauna... ja, dat is ook leuk, sauna, lekker zweten. En die mannen lekker voor zichzelf. En geen kinderen meer. Want de samenleving is te walgelijk. Mijn oordeel... en mag jij het mee eens zijn... Uh, mag je er bezwaar tegen maken? Je kan zeggen, Perry, maar ik zie heel veel dingen en die zijn goed. En dan zeg ik, wat dan? Wat is goed? Willem Engel. Die niet uit zijn woorden kan komen. Met gezeur over aerosolen? Vind je dat goed? Karel van Wolveren, die dan wel vertelt over 9-11, dat dat niet Osama Bin Laden was. Maar er niet bij vertelt wie het wel gedaan heeft. En wij weten het wie het gedaan heeft. Dat was Babylon. Babylon heeft 9-11 gedaan. Dat was een theatervoorstelling. Met 3000 echte doden. En een hele hoop gezeik erachteraan en wij maar lachen met Paul de Leeuw. Paul de Leeuw die heeft twee de kinderen. Je mag geen Neger zeggen. Je moet twee kinderen uit Afrika geadopteerd. Paul de Leeuw. De vrouw van Mark Dutroux zit nu in een katholiek klooster. Wat? Wat? De vrouw van Mark Dutroux zit in een katholiek klooster. De paus heeft laatst met zijn. Tutti Fratelli. Allen Broeders. Ja, kijk, uh, mannen die graag uh, bips ridder zijn, de, die moeten officiële status krijgen van gezin. Dat is de paus. En wij zijn allemaal van de paus. Mijn dochter is ook van de paus. Mijn dochter houdt van de paus, want de paus is tegen Trump. En zij weten helemaal niet dat uh, Donald Trump ook van de pauze is. Dat heet Controlled Opposition. Je hebt die, 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 die vent uh, Hegel. En dan Godlop of Gottfried Wilhelm Hegel. G. W. Hegel. Dat zijn these, antithese, synthese. En we gaan wel lekker doorneuken met kleine kinderen. Dat is een vogeluk. En wij doen alsof er niks aan de hand is. Als we nog maar friet speciaal kunnen bestellen, dan is alles best. En dan gaan we lekker mopperen dat we niet meer naar de bioscoop mogen. Ja, we mogen wel naar de bioscoop, maar je mag er geen cola en popcorn meer uh, consumeren. Nee, want anders gaan we allemaal dood. Ja, waar is nou de waardering voor de schepping? I mind you. Ik herinner je. Waar is de waardering voor de schepping? Waarom ben je niet dankbaar voor het feit dat je mag leven? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw wil geschieden... Nee, nou? Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook hier op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Punt! Nee, dat is allemaal. Uh... Ja, dat zat niet in Harry Potter. Nee, het staat ook niet in Harry Potter. Harry Potter is van alles is uh, magie. Het is een kwestie van wil. Als je, dan kan je door een muur heen lopen. Dan kan je draken sturen. En de vogels. En, bie, bie, en allemaal onzin. Lul. Koek. En dat is walgelijk. Ik heb eerder eens gezegd... ...stupiditeit is, stupiditeit is onvergevelijk. En dat vind ik. En ik begrijp. Ik, ben, ik begrijp. Dat, dat de, de hier moet. De, de, iedereen moet met een stropdas gaan lopen. En dan worden we zodralijk allemaal opgehangen. Dat lijkt me wieders. Nogal wieders. Want dit kan helemaal niet. Ik ben geweest bij een. Begavenisceremonie. Waarbij de voorganger tegen het publiek zei: Tegen de gemeente: Waarom zijn jullie hier? Want wie is er dood? Wie? Wie is er dood? Die, die, die kisten? Die, is hij dood? Of jullie? Wie gaan wij begraven? Wie is hier dood? En die mensen met die overtuiging, die worden weggezet als debielen, want hun vrouwen zijn zedig. Hun mannen gaan zich niet te buiten aan wilde spelletjes. Ze werken en zorgen voor hun gezin. En die lui, die worden verguist door ons. Ja, niet door mij, maar... door degenen die beweren dat ze behoren tot mijn familie. Hetgeen ik betwist. Het is mijn familie niet. Ik ben een bijbelgelovende christen. En ik ben het spuugzat. En ik ben het eens met onze Vader. Die zoiets heeft: van nou, als je dan toch niet dankbaar bent. Zoals Christus zei. Hij die heeft zal gegeven worden en hij die niet heeft die zal ontnomen worden dat wat hij heeft. En dat is terecht. Dat heeft Osho uitgelegd. En dan kan jij zeggen: "Ja, maar Osho was toch niet een Bijbelgelovende christen?" Dat klopt. En hij heeft dat heel goed uitgelegd. Waar Christus Jezus het over had. En dat Christus Jezus gelijk had. En dat Osho voor de rest gekke dingen heeft gedaan en gepropageerd. En dat, dat vind ik ook. Maar ik ben niet zo iemand die als iemand iets gedaan heeft wat niet klopt. En dat dan ook alles wat die persoon gezegd heeft ook niet klopt. Maar zo werkt het niet. Dat gebeurt wel, hè, met die SJW's. Die Sociale Gerechtigheidsstrijders. Iemand heeft iets gezegd en dat kan echt niet. Of heeft hij heeft wat gedaan en dan alles wat hij dan vervolgens zegt is ook allemaal niet waar. Want je hebt één keer iets gezegd en dat klopt er niet. Zoals de moeder van mijn kind toen ik zei met die inval in Afghanistan... Of Irak. In eerste instantie, ik was misleid. Ik geef het toe. In eerste instantie dacht ik: aanpakken die handel. En toen ging ik bladeren in het nieuws. En ik zie het een en ik zie het andere. En al mijn haren gaan overeind staan. En ik zeg: Ja, maar dat, 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 is, dat is theater. Hier klopt helemaal niks van. En dan zei de moeder van mijn kind tegen mij: Oh, ja, maar vroeger zei je van wel, en uh, nou vertrouw ik je niet meer, en je bent een onzinlullig. Valgeluk, vind ik dat. Zo'n katsen. Ik ben niet boos, ik ben niet verdrietig, ik ben niet teleurgesteld, ik ben een vliegtuig. Ik heb er schoon genoeg van. en ik ben 61. En ik maak toiletten schoon. In de zorg. En het mooie is van die mensen waarvoor ik de toiletten schoon maak is dat die mensen eerlijk zijn. Zij liegen niet. Hè? Ja, maar die mensen die zijn knettergek. Ja, dat zegt iedereen. Maar knettergek vergeleken met wie? Met jou. Met uh, zo'n moeder die dan tegen haar kind zegt. Jij naar de HAVO! He, 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 he. Dat kan je helemaal niet. Jij bent lui. Ja, wie is er dan gek? Adriaan? Adriaan is een van de bewoners, die. Uh, je ja, kent het wel, ja, Basie, dat is die. Daar heb je helemaal niks aan. Maar Adriaan is een keurige man met mooie kleren. En goed geknipt haar, snap je? En, en Adriaan. Snap je? Ik vind het een verademing. Ik kom daar graag naar binnen om Adriaan zijn toilet te reinigen. En zijn, uh, hij heeft zo'n foundersbakkie. Heeft hij van mij gehad? Een En Dan gaat hij iedere keer. Uh, en dan flikkert hij dan. Dat uh, is helemaal tegen de regels in. Maar dat maakt me niet uit. Nou, ik ben daar vijf dagen in de week en vijf dagen in de week heeft Adriaan een schoon vuilniszakje in zijn vuilnisbakje bij zijn toilet. En zijn toilet, wordt, uh, heb ik laatst diepte gereinigd. En, uh. Ook Adriaan mee erboven genomen. Van Adriaan, ik ga even jouw toilet diep reinigen. Ga je even mee? Dat heb ik hem laten zien. Kijk, zo doe ik dat. En dan, uh, Sani... Uh, Sani Ami erbij... En heet water. En even laten staan. Zware chemicaliën. Want Adriaan vergeet wel eens om door te trekken. En dat levert dan uh, residu op in de pot. Dus ja, dan moet je even diep reinigen. Uh, dit, dat is voor mij een. een, een, een een geruststelling van: oh, in deze idioterie kan ik nog wat zinvols doen. Namelijk de pot van Adriaan diep reinigen. En aan Adriaan meevragen om even te komen kijken hoe ik zijn toiletpot diep ga reinigen. Dan ben ik ook nog een soort leraar met hoe het moet. En komende maandag, dan neem ik een Mars mee. Zo'n uh, energiereep. Met nootjes, een chocola, een bak suiker, een hoop vet. Je kent het wel. Van de action. En die is voor Juni. Die Antoliaan. Die houdt tegenwoordig zijn toilet mooi schoon. Dat moet je belonen. Dat scheelt mijn werk. Als hij weer eens bezig is geweest. Dan... Oh, 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 oh. En als ik regelmatig reinig. dan gaat alles goed. Hè? Eindelijk stel ik wat voor. Want ik ben zes weken heb ik ziektebed gehad, ik was door mijn rug gegaan, en dan kom ik terug en dan was het toilet van die Antillianen. Oh, en de volgende dag weer en de volgende dag weer en, en nu, dus de afgelopen vrijdag, helemaal schoon. Had hij netjes in de pot uh, geboept? Kijk, hij krijgt een mars. Hè? Met een stick-it-briefje erop. Met dankjewel wel. Voor je schone toilet. Perry. Eindelijk heb ik mijn doel gevonden in het leven. Ik ben bezig geweest met automatisering. En ik heb gewerkt voor Pfizer en voor Apple. hoe en... wat een manier. Echt een hele grote companies. Het slaat allemaal nergens op. Ja, al die dingen over Donald Trump. Robert Jensen bijvoorbeeld. Die is dan pro-Trump. Ja. Binnenkort is het L. Smith-diner. En dan gaat Donald Trump met Joe Biden lekker eten. met uh, kardinaal huppeltje pup. Als je me niet gelooft, dan kijk maar naar de foto's. Doe maar L. Smith dinner. Dan zie je hoe uh, Trump daar zat met Hillary Clinton en die kardinaal. Zee grote theater. Het is Babylon. En wij doen alsof het allemaal wel kan. Want we kunnen nog. Uh, weet ik veel wat. Vieze woorden zeggen of zo. Ook dat taalgebruik. Want ja, dat deed mijn dochter ook. Hè? Die gebruikt ook het woord. Uh, uh, fucking. Ik zeg ha 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 ha. Niet in mijn huis. Ik vind het walgelijk. Uh, wat is. wat, uh, Fucking Trump. Wat is dat nou? Wat zeg je dan? Het is walgelijk taalgebruik. Ja, mijn dochter is tegen Trump. En zij vindt dan wel dat ja, Joe Biden uh, die sport ook niet helemaal. Maar tegen Trump zijn is uh, toch wel het beste. Ik vind het walgelijk. Zij is verwaarloosd en mishandeld door de eigen moeder. En dat is geen enkel probleem, want het heeft allemaal uh, alleen maar plaatsgevonden in die uh, uh, ziekelijke fantasieën van mijn waarneming. Als mijn dochter een kind krijgt, ik wil daar geen getuige van zijn. Op dit moment dan, hè, hoe ze nu is. Ik, ja, oh nee, als die zwanger wordt, dan. Zoals so uh, de Toeps zo mooi zongen. Uh, met white punks on dope. Uh, I would hang myself. If I find enough rope. Een leuk nummer, by the way. White punks on dope white punks on dope white punks on dope white punks on dope I would hang myself if I get enough rope White punks on dope De samenleving is walgelijk en geef het namen toe Het is helemaal niet erg. We gaan er allemaal aan op deze manier. En dat is niet erg, want eh, kijk, als de doden sterven, dan is er niks aan de hand. Als de levenden sterven, dan gebeurt er wat. Met als voorbeeld onze Heer, Christus Jezus. En voor de rest is er niks aan de hand. Kijk, als een baksteen in tweeën breekt, dan kan je wel gelopen janken. Van nou, het was een mooie baksteen, en nou was je in tweeën. Dan heb je toch twee bakstenen? Dus, Maak je een maat. Dus een baksteen is dood, snap je? Een baksteen leeft niet. Dus Een baksteen wordt gebroken. Nou, oh, wat erg. Het leeft er helemaal niet. Dus, wat is nou het probleem? Vraag ik jou. Er is niks aan de hand. En ik ben blij dat God gekomen is met die corona-idioterie. Dat is precies wat wij verdiend hebben. Geen verjaardagen meer. Geen feestjes meer. Alles. Dat is dan een soort deken over de samenleving. Een soort blusdeken. Ja. Laat het maar wegrotten, want wij zorgen niet voor onze kinderen. En hou er maar mee op dan. Als je niet voor je kinderen wil zorgen, nou, dan is het afgelopen. Als je in een struik, heb je een een of andere tak, maar er komen geen uh, kleinere takjes aan. Ja? Zo'n takje op zichzelf, die valt eraf. Die is verkeerd gegroeid, dat maakt niet uit. De plant gaat door. Dat is wat ik weet. De mensheid is als een struik. En alles wat niet meewerkt, dat valt af. Als je me niet gelooft, doe maar hetzelfde als dat ik heb gedaan. Dan ga je planten laten groeien. En kijken hoe ze groeien. En hoe ze doorgroeien. En hoe een plant het niet erg vindt. om te worden gesnoeid. Hup, weg met die tak. Knippen met die handen. En doe je het niet, dan, ja, dan nog steeds. Maar uh, zo'n dode tak, als er nog bladeren aan zitten, die, dan komt dat licht op die dode bladeren. Die, die, die bladeren zijn nog niet helemaal dood, maar die vangen wel licht, maar het helpt niet aan de plant. Hè? En dan houdt het, het licht tegen. En in die plant zitten wel nog takjes die bereid zijn om subtakjes te maken. En dan moet je dus die tak, die niet wil, gewoon knip en weghalen. En die gooi je niet uh, voor 1,25 euro in een vuilniszak uh, bij de gemeente in de trommel. Nee, die, die gooi je in je compostbak. Dat is jouw stront, dacht ik. Ja, je, je bent rationeel, of niet? Een samenleving is walgelijk. en valt niet te verbeteren. De enige oplossing is uh, lockdown. Alles verbieden, ook niet meer reizen, niet meer op vakantie, helemaal niks meer. Uh, barbecue, uh, ja, nou, uh, hooguit, uh, ja, je kent dat wel. Maar nog iets zo dadelijk mag je alleen nog maar barbecue. Uh, als je met z'n tweeën, mag je met z'n tweeën barbecuen, maar dan, dan mag je maar eentje tegelijk naar buiten om dat vlees te keren. En dan moet je stuk voor stuk uh, gaan eten. En, en niet meer samen eten, want anders gaan we allemaal dood. Precies. Terecht. Want wij stellen echt helemaal niks voor. En dat was altijd al zo, alleen nu wordt het uh, bijzonder duidelijk. Ik vraag me af hoe het gaat met die sauna's. Die, zijn, die gaan denk ik ook failliet, hè? Yeah. Ja, die sauna's zijn niet zo groot, hè? Dus dan zit je toch al snel uh, op minder dan anderhalve meter van elkaar. Ja. Yeah. Nou, mooi zo, denk ik, oprotten mij. Ja, serieus, hoor. Huh. Het is net alsof God uh, het, het... Dat ik dan... Nou, hoe moet ik dat maar zeggen. Ja, ik heb me geïrriteerd. Dat ik dacht van, ja, God... Potverdorie, waarom doe je er niks aan? Ja, en nu komt God. En dan zeg ik. Oh, oh En dan kan ik mezelf wel voor mijn kop slaan. Hè? Ik denk dat ik te ongeduldig ben. En dat God een slow mover is. En ik ja, Piggy. Ik begrijp wel wat je wil en zo. Ja, ik. Ja, ben even. Ik weet ook niet wat hij van me wil, maar. En, eh, ik moet gewoon afwachten op de, de hele grote lockdown. En de derde lockdown, en de vierde lockdown. En de, dan krijg je de zevende lockdown, en die duurt 17 jaar. Wedden. Want anders gaan we allemaal dood. Ik denk dat het nodig is hoor. En dat de, de levende, zoals ik, wij zingen het uit. Ik zing het uit. Wat weet ik? Ik weet niet hoe lang. Ik zing het uit. Ik heb fouten gemaakt. Ik heb gezondigd. Ik heb. Uh, ja, en Christus is mijn betere neefje. En daar neem ik genoegen mee. En voor de rest kan iedereen me rug open. Ik vind de samenleving walgelijk. Ik vind die coronamaatregelen niet meer dan terecht. Ha ha ha, ha 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 En jij moet je net als ik geen zorgen maken over maatschappelijke omstandigheden. Jij moet je mag en je kan, dus je moet. Jij moet je zorgen maken over het contract wat jij hebt met de wil. Oftewel Elohim. Oftewel God. Want daar heb jij een contract mee. Jij voedt de struik of de boom of niet. En als je niet voedend bent, als je niet doorgeeft, in een, in een, in een tak van een struik of een boom, die, die krijgt dat zonlicht, daar gebeurt van alles. En die opbrengst geef jij door aan het geheel. En zo niet, dan val je af. Dat is het spel. Dat leven heet. Daarom sprak Christus ook over een smalle weg en een brede weg. Kijk, het is niet mijn opdracht om de hele wereld te redden. Want dit, dit, dit gaat niet. Het aantal problemen is zo groot. Dat ik dat niet kan oplossen. En dat wat je niet kan, dat moet je ook niet mogen. En dat moet je ook niet moeten. Want als je iets mag en iets kan, dan moet je het ook moeten. Dat hoort zo. Maar als het niet kan, dan kan het niet. Dan moet je het ook niet en dan mag je het ook niet. Nou, en de hele wereld is walgelijk. En laat maar zitten. Dat vind ik. En nu nog het positieve. Uh, ja, dat weet ik niet. Positieve dingen zijn... Uh, uh, ja, uh, ja, doe lief tegen je kinderen. <laughs> Zorg goed voor jezelf. Beetje bewegen. Eh, nou, eh, lekkere dingen eten. die je zelf maakt. of die je zelf koopt. bij jouw betrouwbare Turkse. shawarma boer. <coughs> Want dat je die familie ook kent. Nou, ik ga hier een Chinees halen. eentje in de twee, drie weken. En die kok daar. Dus Homey is het. Uh, in Arnhem. In de Koningstraat. Homey. Die kok die kent mij. Als ik daar bestel. Dan, dan weet hij dat. Dan krijg ik mijn lekkere dingen, jongen. Kijk, dat is leven. Die Peking eend. Die heb ik helemaal opgegeten. Een goed sausje erbij. 11 euro. En dat is positief. En leer schaken. Dat is leuk. Ik ga zo dadelijk ook weer een potje schaken. En een kopje koffie. Wat moet je anders doen? Tot de volgende beschouwing.